De realisatie van zaken in Mungo laat op zich wachten, wegens een gebrek aan middelen. Districtscommissaris Olivia Domini van Marowijne Zuidwest zegt aan ATV Nieuwsdienst dat veel projecten daarom moeilijk op gang komen in het district. Ze hoopt dat de regering in de komende periode meer aandacht schenkt aan Marowijne, zodat districtscommissarissen de bevolking beter kunnen dienen. De zaken die gerealiseerd moeten worden, dat we dat kunnen doen. Je hebt projecten die uitgevoerd moeten worden als je kijkt naar onze wegen. Ja, en als je kijkt naar volksgezondheid, alle ministeries ontbreken er middelen om zo'n ministerie in het district draaiende te houden. Zodat zo'n ministerie kan functioneren voor de gemeenschap. En dat is een zeer kwalijke zaak. Dominique sprak ook over het probleem van de vuilstortplaats te Mungo, waarbij burgers vuil storten op de weg in plaats van op de vuilstortplaats. Dat inmiddels is aangepakt. Vorig jaar maakte de burgermoeder zich bijzonder zorgen hierom. Inmiddels is de situatie door eigen ingrijpen onder controle gebracht. Je hebt van die mensen die nog steeds onzorgvuldig omgaan met hun vuil. Maar ik heb de laatste tijden opgemerkt dat dat niet meer zo heerst. Want ook op de vuilstortplaats heb ik de weg die daar naartoe leidt. Beide kanten van de weg heb ik palen gezet, zodat die mensen die er zijn om vuil te storten verhinderd worden om daar voorin dat vuil te deponeren. Dus ze kunnen niet achteruit gaan om dat vuil daar te deponeren. Ik heb dat verhinderd zo'n beetje. Dominique vraagt dat de centrale overheid inkomt, zodat de ontwikkeling in het gebied verder gestalte kan krijgen.